De Week Van gaat deze week over de Drentse boer. Vandaag nemen we een kijkje op een zorgboerderij. Dit zijn Arend en Margreet Houwing uit Westervelde. In 1999 zijn zij begonnen met hun zorgboerderij. Wij zijn ermee begonnen omdat wij geloven in de helende kracht van de natuur. En mensen die zich vaak niet goed voelen bij gewone zorginstellingen, die kunnen dan als alternatief naar een zorgboerderij gaan, waar ze wel in contact kunnen komen met de natuur en zo ook weer met hun eigen natuur. Als jij het lastig vindt om met mensen om te gaan, dan is het soms heel fijn om wel met dieren om te gaan. Want die gaan niet in discussie en die stellen geen lastige vragen en die accepteren jou zoals je bent. En dat is voor heel veel mensen wel heel prettig. Cynthia, denk je erom dat je straks alleen de poep en de natte plekken eruit haalt? Ik doe heel veel met paden. Ik rijd zelf ook paard. We knutselen en mensen helpen en met wandelen en zo. Fijn, dus hier fijn, heel erg rustig. Ik vind het hier hartstikke leuk. Ik ben het minst met hout bezig. Ik ben veel met houtkloofwerkzaamheden bezig. Veel werken in de bos. Bomen omzagen met de handzaag. Mooi werk, omdat ik met dat werken zo opgegroeid ben. Want mijn vader die doet het en mijn broer doet het. En daar komt dat door dat ik ermee opgegroeid ben. We hebben ongeveer 13 cliënten momenteel, waarvan er 8 hier wonen. En dat zijn mensen met een zorgvraag. En mensen met of een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel, of met psychiatrische omstandigheden of autisme. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat iemand mankeert, bij wijze van spreken, als ze maar hier passen. Veel in de buitenlucht ben ik aan het werk. En daar hou ik heel veel van. En ik ben geen mens voor binnenwerk te doen. Arend is van huis uit boer en hij heeft jaren in de zorg gewerkt. Een perfecte achtergrond om zorgboer te worden. In de zorg vond ik dat het lag me eigenlijk heel goed. Ik vond het heel leuk om te werken met mensen met wat voor problematiek dan ook. Ik denk als zorgboer moet je denk ik heel geduldig zijn. Maar je moet ook respect hebben voor iedereen, hoe die ook is. En heel veel goed kunnen luisteren. Arend en Margreet begeleiden de cliënten samen met een groep medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Arend en Margreet zijn hele aardige mensen met het hart op de goede plek. En proberen zowel voor hun personeel als voor de cliënten zo goed mogelijk het bedrijf te runnen. Ik voel me erbij heel erg prettig. Ik voel me heel goed op mijn gemak. Als er iets is, kan ik ook altijd naar ze toe. Overleggen we even samen. Dat werkt gewoon heel prettig. Ja. Arend en Margreet hebben een duidelijke taakverdeling op de boerderij. Nou, het is natuurlijk wel zo dat we wel 15 jaar samenwerken. Maar het is niet zo dat we iedere dag heel erg dicht bij elkaar samenwerken. Iedereen of allebei hebben we echt onze eigen taken. Ik ben eigenlijk meer bezig op de boerderij met het praktische werk. Margreet is toch meer bezig met kantoorwerk.
En ook meer met het oplossen van problemen. Over opvolging hoeven Arend en Margreet zich geen zorgen te maken. We begonnen in 1999 met z'n tweeën. En we hadden gedacht eigenlijk dat we gewoon dit met z'n tweeën zouden blijven doen. Maar de kinderen, die één voor één, stappen ze er ook bij in. En eigenlijk is het heel leuk. Zelfs de schoonfamilie die stapt erbij in. Ja. En dat gaat eigenlijk heel goed. Vanaf maandag kunt u 2 weken lang alles zien over de voedselbankactie van RTV Drenthe.